Dit is het dan. Het jaarboek 2019-2020 van onze Haagse Kunstkring. Het bevat een overzicht van al onze activiteiten in dat seizoen. Prachtige foto's, veel tekst, een prachtige herinnering aan al die mooie activiteiten die we konden uitvoeren. Lees het allemaal na in dit jaarboek. Al 130 jaar biedt de Haagse Kunstkring troost in tijden die moeilijk zijn. Maar ook verstrooiing en iets om naar uit te kijken met prachtige kunst. Ik hoop dat jullie daar nog heel lang mee door kunnen gaan. 130 jaar is niet niks, maar er kan al wel 130 jaar bij. Heel veel succes. Ha, het jaarboek 2019-2020 van de Haagse Kunstkring. Alles wat uit mijn geboortehuis komt, dat heeft mijn grote belangstelling, dat begrijpt u. Het is een mooi blad, mooi uitgegeven, lekker dik papier, mooie plaatjes en een gevarieerd aanbod wat er allemaal te doen is. Daar zijn we blij mee. Een prachtig blad. Ik beveel het graag bij u aan. Ik ben Yvonne Keuls. Ik ben 50 jaar lid van de Haagse Kunstkring. Daar mag ik het ook aan bevelen. En ik heb er heerlijk in zitten bladeren. En het viel mij op dat het ongelooflijk gevarieerd was. De inhoud die gaat van exposities tot muziekvoorstellingen. Zelfs in dit geval, verleden jaar, in de herfst een serie met kleinkunstvoorstellingen. En in ons geval, want ik ben daarbij ingedeeld met Pax Gritter, die dus gitaar speelt en ook zingt, gecombineerd met mij, ik vertel dus de verhalen die ik geschreven heb. En dat is dus vertelkunst. En ik was reuze trots op dat nu in ieder geval de vertelkunst verheven werd tot kunst. Goed, dit schitterende blad mag u nu bekijken. En ik geef het nu alvast door aan iemand die er weer in gaat bladeren.